Vanaf 1 januari 2020 is de contractvorm bepalend voor de hoogte van de WW-premie. Dat is nu nog afhankelijk van de sector. Er komt een lagere WW-premie voor vaste contracten met een vaste arbeidsomvang. En voor alle overige contracten stijgt de WW-premie. Het is dus verstandig om nu alvast na te denken over de vraag welke contracten je nodig denkt te hebben. Misschien wil je dat wel aanpassen, want dat kan veel geld schelen. Laten we eens kijken hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan. Kijk je mee? Voor de vaste medewerkers lijkt het er vooralsnog op, want we weten de premies nog niet van die premiedifferentiatie, dat ze het lager gaan worden dan wat we nu hebben. Dus dat zou een gunstig effect kunnen zijn. Dat betekent wel dat we bij bepaalde tijdscontracten gaan kijken van, nou ja, als iemand echt heel goed is, moeten we hem niet gewoon gelijk een onbepaalde tijdscontract geven als dat zoveel geld gaat schelen. Goed, een super informatieve video. Al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/wap of volg Randstad op social media.